wil u dan ook meenemen naar de prediking waar ik gebleven ben. En ik heb de laatste keer gesproken over het belang van bedekking. Het thema is waak over de door Gods gestelde autoriteitsgebieden. We hebben toen de jonge mensen er niet waren, hebben uitgebreid over die jonge mensen gesproken. Als ik kans bij uitstek. Jullie waren op kamp, wij konden eens goed over jullie spreken. Nee hoor, ten goede. Maar we hebben de principes besproken over de principes van het gezin. De verantwoordelijkheid die een vader heeft. De verantwoordelijkheid die een moeder heeft. Man, vrouw. En de verantwoordelijkheid die kinderen hebben. En ik wil daar doorgaan deze morgen. Er zijn vier bekende gezagsgebieden waar we allemaal mee te maken hebben. En het eerste gezagsgebied, heb ik verleden keer dus iets over gezegd, het gezin. En ik wil nu heel kort iets over het andere gezagsgebied zeggen waar we allemaal mee te maken hebben, de overheid. Hoe gaan we om met de overheid? Ja, want de een zegt je staat boven de overheid en de ander zegt je staat niet boven de overheid. Gods Bijbel is daar, Gods woord is daar glashelder over. En laten we met elkaar ook opslaan deze morgen Romeinen 13 vers 1 en 2. Ieder mens moet, dat is geen optie dus, zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Zijn door God benoemd, zegt de Bijbel. Zijn door God geplaatst. De Bijbel is hier heel duidelijk over. En Paulus schrijft dit specifiek over het belang van het zich onderwerpen aan gezag wat gesteld is. En het voldoen aan een eis. Natuurlijk geldt dat niet als de wetten van mensen de wetten van Gods koninkrijk aantasten. Dan ligt dat anders, want we hebben God meer te gehoorzamen dan de mensen. Dus dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar Paulus schrijft dit specifiek met het doel op rebellie en anarchie tegen Gods gestelde gezagsprincipes. En het is geen optie. Zoals u ziet, ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheid. Dat betekent, de gezindheid van Christus in u en mij brengt altijd teweeg onderwerping. We hebben dat ook gezongen vandaag, ik verneder mij. Nederigheid is de sleutel in het koninkrijk van God die maakt dat God met u en mij aan het werk kan. Jezus zegt, leert van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. De nederige geeft hij genade, maar de hoogmoedige, zegt de Bijbel, wederstaat hij. He, dus als je een hoogmoedig bent, dan heb je een probleem, dan wederstaat, dan weerhoudt God jou in je leven. Dus het is een heel belangrijk principe, onderwerp je aan de overheid. En dat vraagt soms om keuzes. Want het kan best zo zijn dat je zegt, ik ben het daar niet mee eens. Dat kan. Dat mag ook, dat je het niet mee eens bent. Maar dat maakt niet dat u daardoor de overheid aan uw laars lapt. En dat is in gezagsverhouding een heel belangrijk principe. Ik ben het er niet mee eens. Maar ik heb gelezen en geleerd uit de Bijbel dat God eigenlijk het niet zo spannend vindt of wij het er wel of niet mee eens zijn. Maakt God zich helemaal niet druk over. God maakt zich veel meer druk of wij gehoorzaam zijn aan het woord van God. En als we dat doen, betekent dat welzijn voor de totale mens. Het derde gebied waar ik iets over wil zeggen en waar de Bijbel ook heel duidelijk over spreekt, is de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. En ook dat is interessant om daar eens naar te kijken. Wat zegt Gods woord daarover? Want misschien heeft u zich nooit afgevraagd, hoe moet ik nu met mijn werkgever omgaan? Sommige mensen hebben het idee, ik ben christen, ik ben wederom geboren. Mijn werkgever is een onbesneden Filistijn, dus ik sta boven hem. Maar dat is een misleiding. Zo werkt het niet. Al dient u in een bedrijf de meest goddeloze baas, er liggen vanuit Gods woord principes hoe u om moet gaan met uw werkgever. En ook daar gaan we naar kijken. Efeze 6, kunt u lezen. Efeze 6, vers 5 tot 7. En er slaat een term die misschien gelijk tenen doen krommen. Slaven. Slaven. Maar dat mag u dus vandaag vertalen met werknemers. Werknemers. Weest uw heren naar het vlees gehoorzaam, met vrezen en beven.
Dat betekent met ontzag. Efeze 6, vers 5 tot 7. In eenvoud van uw hart als aan Christus. Niet met ogendienst als mensenbehagen, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen. En bereidwillig dienstpaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. Gij weet immers dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Here zal terug ontvangen. Een andere tekst die erover gaat, Titus 2 vers 9 en 10 zal ik citeren. Titus 2 vers 9 en 10. De slaven, de werknemers, moeten hun meesters onderdanig zijn in alles. Het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Met alle goede trouw, maar alle goede trouw bewijzen. En dan staat er om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Dat is een heel belangrijk iets. Wij moeten dus een getuige zijn naar onze werkgevers toe. Nogmaals, de Bijbel zegt het hun naar de zin maken, zonder tegenspraak of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen om de leer van God onze heiland in alles tot sieraad te strekken. En misschien heeft u nooit zo gestaan in uw situatie als werknemer. Maar u als werknemer heeft een enorme verantwoording naar uw werkgever. En een werkgever heeft een enorme verantwoording naar de werknemer. En dan is het specifiek voor de werkgever die in de Heer is. Ook daar schrijft de Bijbel over in Efeze 6 vers 9. En gij werkgevers handelt evenzo jegens hen. Laat het dreigen na. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemel is. En bij hem is geen aanzien des persoons. In de hemel kom je niet aan als directeur of als werknemer. Er wordt niet bij de poort gevraagd, ben je directeur of ben je functionaris in de overheid? Nee, we zijn allemaal gelijk. Allemaal gelijk. En dat zegt de Bijbel ook. Dus een werkgever mag niet dreigen van als je dat niet doet, dan dat. Nee, zegt God, moet je niet doen. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemel is. Hun en uw Heer in de hemel is. Dat is prachtig mooi, hè? Dus dit spreekt de Bijbel over uw relatie met uw werkgever, uw positie. En dat heeft te maken met een hartsgezindheid. Ik heb 17 jaar, zoals u weet, in het bedrijfsleven gezeten. En ik kwam van school. Ik had mijn middelbaar detailhandel diploma. En ik ging voor de vakantie werk te overbruggen. Van mei tot september zou ik gaan werken en dan zou ik in militair dienst gaan. Ik had mijn nummer van de landmacht en het was allemaal geregeld. Dus ik ben in een bedrijf terechtgekomen in klimmaterialen. Klimmaterialen is stijgers, hoogwerkers, ladders, trappen en alles wat daarbij hoort. En ik kwam daar werken en nou goed, ik begon daar. En ik was daar de krullenjongen van het bedrijf. Ik kreeg de vuile karweitjes. En een van die vuile karweitjes was, en ik heb dat misschien wel eens verteld, was houten trappen in een bad met olie. En dan is dat geen olijfolie. Maar dat is, hoe heet dat nou? Lijnolie. En dan moest je daar zo boven staan met die trappen. En dan moest je dat helemaal onderdompelen. Dan deed je wel handschoenen aan en dan trok je die trap omhoog. Maar dan meestal stonden je schoenen blank. Want er kwam altijd een golf mee. En dan stonden ze te lachen, zeg. En dan stonden ze te lachen, want ja, ik was natuurlijk een krullenjongen daar. En ik dacht, nou ja, goed, dat is 2 maandjes, 3 maandjes. En dan ga ik in militair dienst, dan zwaai ik uit en zo. Maar toen kreeg ik een brief van de overheid dat ik buitengewoon dienstplichtig verklaard was. Mijn gebed om niet in dienst te hoeven werd verhoord. Maar toen dacht ik, hey, hoe gaat dat nu verder? Maar mijn baas liet het gewoon gebeuren en ik kwam toen daar in dienst. Hè, want ik had geen baan en ik kwam daar in dienst. En ik bleef maar die lijnolie voeten houden. En dan stonk je heel de dag een uur in de wind. Een andere klus die ik kreeg was staalkabels rollen. En ik weet niet of u enig idee heeft wat het inhoudt, maar als je dus een schoorsteen hebt van 150 meter... en die staalkabels die worden naar beneden gegooid, dan is dat ene kluwe en die moest ik dan uitzoeken. En dan moest je zo met een molen staan
En die stuilkappers controleerden, want er mocht geen kinkje en er mocht geen barsje in zitten, want uiteindelijk hingen de mensenlevens aan. Dus het meest verantwoordelijke jobje kreeg ik. En dan stond ik daar te draaien. Nou, ik denk dat ik wel 150 kilometer op mijn naam heb staan. Dag in, week uit. En dan stond ik weer aan de molen. En toen op een gegeven moment werd mijn hart bitter. Gewoon bitter als gal. En toen dacht ik, waarvoor heb ik in vredesnaam op school gezeten? Ik dacht, want dat kan iedereen. Er waren gasten die liepen daar, die steigerbouwafdeling, die liepen daar met allerlei klussen, leuke klussen. En die verdienden ik weet niet hoeveel geld. Maar ze konden amper hun eigen naam schrijven. En er gebeurde wat in mijn hart, lieve mensen. En ik werd zuur en ik werd bitter en negatief. En ik dacht, ik ga weg hier. En toen sprak God tot mijn hart op een dag. Ik zal het nooit vergeten, want het heeft mij echt een keer gebracht. Ik was diep gefrustreerd nadat iemand, een collega, die in mijn optiek hetzelfde werk deed, veel meer verdiende dan ik. Het dubbele. En ik voelde me ineens zo gefrustreerd. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Dan voel je gefrustreerd, dan voel je misbruikt, zo, weet je wel. En toen sprak God tot me. Van, doe je werk alles voor de Heere. Dat was een hele moeilijke boodschap voor mij. Doe je werk als voor de Heere. Doe je werk als voor de Heere. En ik heb toen een besluit moeten nemen. Niet met mijn hoofd, want dan had ik het niet gered. Maar ik heb toen een besluit genomen. Echt voor het aangezicht van God. Ik heb gezegd, Heer, ik doe vanaf vandaag mijn werk voor u. Ook dat lijnoliebad en ook die staalkabels. En het tweede, ik ben tevreden voor wat ik krijg al de dagen van mijn leven. En ik heb toen echt dat besluit diep in mijn hart genomen. En weet je wat er gebeurde? Er kwam vrede. Er kwam blijdschap. En binnen 2 maanden kwam een baas naar me toe en zegt, Bert, wil je uitnodigen voor een baan op het kantoor? Ik moest een lesje leren gewoon. Een lesje die heel belangrijk is. En misschien helpt dat om jou een lesje te leren. In een proces waar je soms als werknemer terecht kan komen. Dat je voelt, ik word onderbetaald. Of het klopt niet. Of ik moet altijd de rotklusjes doen. Doe je werk als voor de Heer. En ga gewoon zingen. Ga gewoon zingen. En als je niet hard op kan zingen, ga je in je hoofd zingen. Dan ga je God groot maken. En op een gegeven moment gaat God je dan, ja, God promoveert. God verhoogd. En niet wetend dat ik uiteindelijk, ja, daar na 17 jaar adjunct-directeur was. En ik heb zoveel lessen geleerd in de praktijk. En ik denk dat het belangrijk is dat we de principes van God hanteren. Ook naar je werkgever. Ik was het niet altijd eens met mijn baas. Maar ik heb wel besloten, ik ga hem zegenen. En ik wil voor hem gewoon een zegen zijn. En als hij zegt, doe dat, dan ga ik dat doen. En dan vond ik het van ondergeschikt belang of het ik ermee eens was. Want soms was ik het er niet mee eens. En daar topt u misschien al weken of maanden mee dat u dingen doet waar u het niet mee eens bent. Mits natuurlijk Gods woord aantasten. Dan ligt dat anders, hè? Laat dat heel duidelijk wezen. Maar er zijn dingen waar je het niet mee eens bent. En dan toch kies voor dit principe en het zal u wel gaan. Amen. En ik geloof dat God wil dat wij als gelovigen de beste werknemers zijn in de maatschappij. Waar de bazen van zeggen, wat is er met die man? Wat is er met die vrouw? Wat is daar zo anders aan? En uiteindelijk komt er dan een dag dat je gewoon kan getuigen wat er zo anders is. En denk niet van, ik ben christen, ik verhoog me erboven. Nee, zorg dat je extra je best doet. Zorg dat je een zegen bent voor je werkgever. En dat blijft niet verborgen. Dat is een gezindheid. Moet je voor kiezen. En die gezindheid zal God altijd belonen. Dan de vierde autoriteitsgebied waar we allemaal mee te maken hebben is de leiding van de gemeente. Ook daar is de Bijbel glashelder over. Kijk maar met me mee in Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 17. Hebreeën 13 vers 17. Daar zegt de Bijbel het volgende. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Ook hier zegt de Bijbel expliciet, gehoorzaam u aan uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. God heeft ook hier heel duidelijk aangegeven dat er gezagsprincipes liggen. Het onderwerpen en gehoorzamen aan geestelijke leiders is van elementair belang. En ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers
12 zegt de Bijbel, wij verzoeken u broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heer en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. En houd vrede onder elkander. Ook dat is een gezindheid in Christus. Om de leiders van de gemeente, voorganger, oudsten, maar ook de kringleider waar u op een kring zit, en ook de diaken waar u wellicht onder functioneert, hoog te achten, te eren, te gehoorzamen, te respecteren. En Nederlanders hebben moeite met een nee. Dat is heel apart. Nederlanders zijn heel loyaal wanneer je ja, ja zegt, maar wanneer een nee zit aan de hak in het zand en dan ineens, dan komt de test. Dan komt de test. Ik kom uit het koffiebar gebeuren. En in 1980 begon deze gemeente, Nehemia. En omdat ik leider was van de koffiebar, had ik eigenlijk een hele zwerm jonge mensen om me heen. Zo'n man of 80. En ik werd toen lid van Nehemia. We zaten toen nog in het muziekschooltje, voor degene die die oude tijd nog meegemaakt hebben. En ik heb het toen ingevoegd, omdat dat het huis was waar ik bij wilde horen. Ik had geen kerk, ik ging dan naar de gereformeerde kerk, dan naar de baptistengemeente, dan naar de hervormde. Maar nergens had ik het gevoel van hier wil ik bij horen. En toen kwam ik in Nehemia, en Nico van Biljouw sprak daar. En toen was ik gelijk eigenlijk, dit is het huis waar ik wil zijn. En ik ben daar lid geworden en een half jaar daarna vroegen de toenmalige leiders van, wil jij het jeugdwerk oppakken in de gemeente? En ik heb dat gelijk gedaan. Maar dat resulteerde dat die hele groep jongelui die in de koffiebar eigenlijk, ja, waar ik leiding aan gaf, die nam ik voor het grootste deel mee naar de gemeente. En daar werden heel veel jongelui gedoopt enzovoort enzovoort. Een prachtige tijd. En ik was jeugdleider dus en ook leider van de koffiebar. Dat functioneerde. Ik heb daar een aantal jaren het jeugdleiderschap in de gemeente gedaan. En toen hadden wij op vrijdagavond altijd meetings met de kringleiders en alle leidinggevenden in de gemeente. En dat was op een avond en ik zat daarbij. En toen zei de toenmalige leider van de gemeente, zei, vanaf volgende maand gaan wij het jeugdwerk doen. Dus ik dacht, wat gebeurt er nou? Dus ik steek heel voorzichtig mijn hand op en ik zeg van, maar ik ben toch jeugdleider? Is er wat gebeurd? Nee, er is niks gebeurd, wij gaan dat doen. Nou, ik was op dat moment gebroken. Ik had het gevoel, er wordt iets uit mijn hart gerukt. En ik ben toen, aan het eind van die avond, ik was in traan, ik was emotioneel, ik was stuk. En ik ging naar mijn Simca 1000, die had ik toen in die dagen. En ik heb zitten janken in de wagen. Ik heb echt zitten janken in de wagen, want ik wist niet wat me overkwam. Er was geen enkel overleg geweest, er was niets van een signaal gegeven en ineens bam, werd het afgehakt. En ik zie me nog in mijn simkaartje zitten met mijn hand op mijn hart, want ik had hartzeer. Want het was de jeugd waar ik mijn leven voor op het spel zou hebben gezet. En ik zeg, Heere God, hier is mijn Isaac. En ik pakte het zo beet. Ik zeg, hier is mijn Isaac. En ik heb toen 3 maanden heb ik een vreselijke tijd gehad. Een tijd waar ik het gevoel had dat er iets dood ging in me. Een rouwproces, zo zou je het kunnen vergelijken. En ik begreep het niet. Achteraf bleek dat er roddelcircuiten waren geweest. En die waren niet geverifieerd. Die waren op basis van leugen waren die gezet. Maar er was geen situatie opengekomen, dus ik was nooit gehoord. En je werd zo aan de kant geschoven. En mensen kwamen naar me toe en zeiden, joh, begin een eigen kerk. Begin een eigen groep. We zijn het niet met ze eens. En dan sta je op een kruispunt. En dan gebeurt er van alles in je innerlijk. En in die tijd, lieve broers en zusters, heb ik mijn gitaar gepakt, leren pakken, want ik had helemaal geen affiniteit met muziek. En daar heb ik geleerd om op 2 akkoordjes God aanbidden. En ik heb 3 maanden heb ik heel veel gehuild, maar ik ben 3 maanden ook zo in de presence of God geweest. Zo aanwezig. En ik heb toen een besluit genomen, opnieuw een besluit. Niet weten dat het bepalend kan zijn voor de rest van je leven. Ik heb toen besloten, ik ben het er niet mee eens, maar ik kies om dienstbaar te blijven onder deze leiders. Ik kies. Het was een besluit. Met moeite, met tranen, met pijn. Wat er gebeurde met de jeugd,
We hadden een man of 80, 90 elke jeugdavond. In een jaar tijd verschrompelde het als een blad aan de boom die geen water krijgt. En aan het eind van één jaar zaten er nog 15 jonge mensen op de jeugd. Wat was er gebeurd? Degenen die niet gezalfd waren voor de jeugd, hadden die jeugd overgenomen. En het was gaan verleppen. En toen kwam er op een dag kwam de toenmalige leider naar me toe en zei: Bert, ik wil met je praten. En we kwamen in gesprek. En zei: we willen je vragen of je jeugdvoorganger wil worden van de jeugd en de tieners. En ik heb toen gezegd: ik stap weer in. Ik ben niet rancuneus geweest. Ik heb niet gezegd wat je me toen geflikt hebt, bekijk het maar. Nee, ik ben ingestapt omdat mijn hart geheeld was. Amen. En waarom was mijn hart geheeld? Omdat ik een besluit genomen had. Nogmaals, met pijn had ik dat besluit genomen. Maar het was een besluit dat God je soms test in je leven. Wat doe je nou als er een nee is? Ga je dan rebelleren? Ga je splitsing veroorzaken? Of ga je in de dood? En dat laatste is uiteindelijk de sleutel dat God je kan verhogen. En dat gebeurde letterlijk. En ik ben ingestapt toen in de jeugd. En weet je wat er gebeurde? Het bloeide weer als een roos. Groter als ooit. En hier in deze zaal, een aantal weten, hebben we jeugdrallies gehouden. En een prachtig jeugdteam is ontstaan. En Gods genade was daar. Maar ik had een lesje nodig. Ik had een les nodig. Niet wetend dat het bepalend zou zijn voor je toekomst. En soms maken we lessen mee in ons leven. Soms, jonge mensen, moet je van je ouders horen: nee, je mag niet. En dan kun je twee dingen doen. Je kan rebelleren. En je kan verdeeldheid in het gezin creëren. Of je kan zeggen: ik ben het er niet mee eens, maar ik kies ervoor. En juist dat, ik kies ervoor omdat Gods woord zegt: ik onderwerp mij aan mijn ouders, ik eer hen. Of ik onderwerp me aan het gezag van de gemeente. Of ik onderwerp me aan mijn werkgever. Of ik onderwerp me aan het gezag van de overheid. Ik kies ervoor. En daarom gebeurt er iets in je hart. En zal God beweging brengen op dat je uiteindelijk veel meer zegen zou krijgen. Stel je toch voor dat ik de miskleun genomen had, dat ik een eigen groepje had begonnen. Denk je dat ik Gods zegen had gehad? Nee. Stond ik in mijn recht? Ja. Dat is dubbel, hè? Dus je staat in je recht, maar Gods zegen doet niet mee. Waarom? Omdat je een eeuwige principe van God doorkruist. En dat is zo belangrijk, lieve mensen. En onze wereld is dat helemaal kwijt. En ik geloof dat God dat zo terug wil planten in het huisgezin van God. Dat we dat principe kennen in ons leven. Het geheim van onderwerpen maakt dat je verhoogd wordt. Op Gods tijd. Op Gods tijd. En God test ons gewoon. Wat doe je er nou mee? En als je trouw bent in het kleine. En ik heb dat zo in mijn eigen leven gezien. Ik ben trouw geweest over die jeugdgroep. Op een dag zegt God: ik geef je meer verantwoordelijkheid. Zo werkt het in God. Zo is het in de maatschappij gegaan. Zo is het in de geestelijke wereld gegaan. In de gemeente. En dat proces gaat gewoon door. God heeft mij hier geroepen als voorganger. Maar het proces gaat gewoon door. Zoals ik nu zie op de Antillen. Daar is opnieuw een gebied wat open ligt. God gaat gewoon door. Waarom? Omdat je trouw bent. Trouw vindt men niet bij alles, zegt de Bijbel. Waarom? Omdat trouw een enorme prijs betaalt. Trouw gaat door de dood heen. Trouw vraagt elke keer keuzes. Elke keer. En als we dat jong leren, zullen we vruchtbaar zijn. Maar als we onze hakken in het zand zetten, zullen we onvruchtbaar zijn. En zal je leven constant in een spagaat zitten. En constant zul je onrust hebben. En constant zul je vechten tegen dingen waar je nooit van wint. Want je hebt Gods zegen niet. En uiteindelijk aan de zegen van God is alles gelegen. Elk gezagsgebied heeft een cirkel van begrenzing. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik ben vader van 4 kinderen. Daar heb ik autoriteit over. Mijn buurjongen of mijn buurman heeft 2 kinderen. Ik heb daar geen enkele gezag over. Helemaal niets. 0. Dus dat geeft aan dat elk gezagsgebied heeft een cirkel van begrenzing. Stel, u bent chef over de technische dienst.
Dat is uw gebied waar u autoriteit over heeft gekregen. Waarom heeft u die autoriteit gekregen? Omdat uw werkgever, uw baas heeft gezegd, jij bent chef van de technische dienst. Maar u heeft niets te zeggen over de commerciële afdeling. En zodra u als technische dienstchef gaat proberen in de commerciële afdeling uw autoriteit te laten gelden, heeft u binnen een week een probleem. Direct. Waarom? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Er gebeurt meer dan een natuurlijke actie. Er gebeurt een geestelijk proces. Je komt namelijk buiten de reikwijdte van je autoriteit. En de reikwijdte van je autoriteitsveld is bekleed met bescherming. Als ik vader ben voor mijn kinderen, dan bied ik bescherming aan mijn kinderen. Maar omdat ik geen autoriteit heb over andere kinderen vanuit de buurt, kan ik geen bescherming zijn voor hen. Daar is die vader verantwoordelijk voor. En die vader voor dat gezin. En die vader voor dat gezin. Dat is Gods eeuwige principe. Als je op onrechtmatige wijze, en dat kan bijvoorbeeld vanuit ongehoorzaamheid, of eigenzinnigheid, of hoogmoed, buiten dat gebied treedt, dan ben je in diepste zin een potentiële kandidaat voor de duivel. Want de duivel gaat rond, briesend, kijkend, loerend, wie kan hij verslinden? En met name kinderen Gods, die buiten het gebied van de autoriteitsgebieden zoals God die gesteld heeft treden, zijn een prooi voor hem. Waarom? Waarom loert hij zo specifiek op gelovigen die buiten hun autoriteitsgebied gaan functioneren of gaan penetreren? Waarom? Omdat hij weet dat hij daardoor entree krijgt in het werk van God. Versta me goed, dat is de beste insteekmanier voor de duivel om binnen te komen in een werk van God. Ik zal u dat uitleggen. Ik zal ook drie principes vanuit het woord laten zien dat het zo werkt. De eerste heb ik al behandeld onder Gehazi. Wat gebeurt er namelijk als iemand buiten het gezagsgebied treedt, zoals Gehazi? Hij trad buiten het gezagsgebied van Elisa en gaat op eigen houtje naar Naaman toe en vraagt op basis van leugen, geef mij geld. Wat gebeurt er? Zodra hij buiten het gezag, buiten de autoriteit van Elisa dingen gaat doen, vult leugen zijn hart. En als leugen je hart voedt, dan wordt uiteindelijk de leugen jouw waarheid. Dat gebeurt er. En als leugen iemands waarheid wordt, is die niet meer bereikbaar. Dan legaliseert iemand namelijk de meest grove zonde tot hetgeen wat getolereerd kan worden. Want het mechanisme in een mensenhart werkt dan zo, omdat je je gesteld hebt onder de vader der leugens. Je hebt je gezagsgebied verlaten en je bent onder de autoriteit van de vader der leugens gekomen. Dus datgene wat eruit voortkomt is altijd ellende. Bij Gehazi, we hebben dat besproken in de vorige predikingen, zien we dat. Het gevolg van Gehazi was melaatsheid. Het tweede wat er plaats kan vinden, als je buiten de cirkel van je autoriteitsgebied stapt, dus illegaal in autoriteit stapt, dat het zaad van leugen en hoogmoed je hart kan binnenstromen. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als je hoogmoedig wordt, overmoedig wordt, kun je dingen gaan doen waar God je niet voor heeft aangesteld. En het beste voorbeeld uit de Bijbel vinden we in 2 Kronieken 26. Kijk maar met me mee. 2 Kronieken 26. 2 Kronieken 26 spreekt over koning Uzzia. En koning Uzzia werd op 16-jarige leeftijd koning en hij diende 52 jaar. Een geweldige periode was hij koning van Juda. En de Bijbel zegt over deze koning het volgende. In vers 4 ga ik lezen. Hij deed wat recht is in de ogen des Heeren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, en let op wat er dan staat, zolang Zekaria leefde. Zekaria was de priester die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij de Heeren zocht, maakte God hem voorspoedig. En dan staat er in vers 8, de Ammonieten brachten Uzzia slachting en tot in Egypte verbreidde zich zijn roem. Want hij klom tot een toppunt van macht.
Ongekende zegen vulde het domein, het gebied, het koninkrijk van Uzzia. Toppunt van macht. Twee dingen zijn belangrijk. In de eerste instantie, hij zocht God. Hij was gesteld als koning en zijn autoriteitsgebied was Juda. En hij zocht God en Sikaria, de priester, die onderrichtte hem. Er was dus input van een geestelijk leider in zijn leven. Hier zie je een prachtig systeem. God stelt mensen aan, ook in de maatschappij, ook in geestelijke werken. Maar iedereen heeft input nodig van geestelijke leiders. Iedereen, ook bij de koningen zie je dat heel specifiek. En wat bracht Sikaria voor onderwijs? Onderricht in de vrezen van God. En de vrezen van God heeft Danny over gesproken. Een onmisbaar element. De Heere legert zich rondom hen die hem vrezen, zegt de Bijbel. Dus God is als een muur rondom je als je God vreest. En zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. En het toppunt van macht was daar. Dan op een gegeven moment, dan gaan we verder naar vers 16. En dan word ik verdrietig van als ik dat lees. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens de Heere zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan, om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Maar de priester Azaria ging hem achterna. En met hem 80 priesters des Heeren, flinke mannen. En zij stelden zich tegenover koning Uzzia en zeiden tot hem, u komt het niet toe. Uzzia reukwerk te ontsteken voor de Heeren, maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want gij zijt ontrouw. En dat zal u niet tot eer gerekend worden door de Heere God. En toen werd Uzzia toornig. En het wierookvat om reukwerk te ontstoken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak melaatsheid uit aan zijn voorhoofd ten aanschouwen van de priesters in het huis des Heeren bij het reukofferaltaar. En de hoge priester Azaria en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd en toen dreven zij hem haastig van daar weg. En ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Heer had hem geslagen. Koning Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heeren. En zijn zoon Jotam beheerde het paleis des konings en bestuurde het volk van het land. Dit verhaal, lieve mensen, is zo'n belangrijk verhaal. Als iemand treedt buiten het gezagsgebied waar God hem over aangesteld heeft, is de Bijbelse lijn, we hebben dat met Mirjam gezien, we hebben dat met Gehazi gezien, dat melaatsheid je slaat. En melaatsheid betekent dat je buiten Gods lijn komt, dat je aan de zijlijn komt. Koning Uzzia was zo overmoedig dat hij priester wilde spelen. En daar gaat het verkeerd. Hij stapt dus in een domein wat niet de zijn is. Hij stapt uit de cirkel van zijn autoriteit in de cirkel van een ander autoriteit. In de cirkel van de priesterlijke autoriteit. En een koning had een andere zalving dan de priester. Want het heeft met zalvingen te maken. De koning was gezalfd om leider te zijn van Juda. De priester was geen koning over Juda. Hij was geestelijk leider over Juda. En als je dan ziet dat iemand die grenzen overschrijdt en daar binnenstapt en geen gehoor geeft aan de waarschuwing, zie je dat iemand zijn koningschap, zijn zalving verspeelt. Omdat er in diepste zin de geest van rebellie, de geest van ongehoorzaamheid, en rebellie en hoogmoed en ongehoorzaamheid zijn vriendjes van elkaar, iemand uiteindelijk buitenspel zet. Daarom is het zo belangrijk, lieve vrienden, lieve broers en zusters, kijk voor jezelf, wat is het gebied waar God mij autoriteit over heeft gegeven. En functioneer daarbinnen. En maak dat gebied, zorg dat u daar in God tot grote hoogte komt. Want als u binnen dat gebied alles erop zet, zal God u rijkelijk zegenen binnen dat gebied. Zo werkt het. Ik heb gesproken over je eigen wijngaard. Mijn eigen wijngaard, de mijne ligt voor mij. U herinnert zich hopelijk die preek nog. We hebben allemaal een wijngaard. En als we in die wijngaard onze grenzen
herkennen en erkennen. En je gaat daar aan het werk, zal God je tot grote zegen leiden. En dan kan het zo zijn dat God zegt, ik vind dat je zo goed werkt in jouw wijngaard. Ik ga jouw wijngaard vergroten. Zo werkt God. Maar hij test je op dat gebied. En Uzzia was tot toppunt van macht. En dan op een gegeven moment stapt hij buiten zijn positie. En hij breekt in een positie. En Zekaria zegt, doe het niet. Maar hij wordt toornig. Waarom? Omdat zijn hart was hoogmoedig. En door dat te doen, was hij al gekomen onder de vader der leugens. Daarom laten we altijd waken voor ootmoed en nederigheid. De zegen van God. De zegen komt van God. En niet van mensen. En we moeten doen waartoe we geroepen zijn. Dat is belangrijk. En als we daartoe geroepen zijn, dan zal God de volle zegen geven. Het derde wat er kan plaatsvinden als iemand buiten de cirkel van zijn gezagsgebied treedt, vinden we zo mooi in het verhaal uit 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Laten we maar met elkaar kijken. 2 Samuel 15 en dat gaat over Absalom. Want een ander proces wat kan plaatsvinden, nogmaals, de duivel loert. En de ene keer kan die je leiden tot zonde, Gehazi. De andere keer tot overmoed en hoogmoed. En de derde keer kan de duivel je leiden tot aanstoot nemen. En aanstoot nemen heeft te maken met bitter zijn naar een andere broeder. Naar een andere leider. En ook dat kan in een gemeente gewoon plaatsvinden als je stapt buiten de cirkel van je autoriteit. En vergis je niet, de duivel loert op deze openingen. Continu loert hij naar u en mijn leven. Waar stapt iemand buiten de begrenzing van zijn autoriteitsgebied uit? En dan begint hij, als het ware met een injectie, dat gif in iemands leven te planten. En nogmaals, de één ervaart, dit is gif wat leugen brengt. En iemand begint in de zonde te vallen. Het tweede is hoogmoed en overmoed. En iemand stapt probleemloos buiten het gebied waar God hem gesteld heeft. En begint overmoedig geestelijke dingen te doen. En het derde is dat er een zaad in je hart kan komen van aanstoot nemen. En aanstoot nemen betekent ergernis. Irritatie naar een ander. Stel een kringleider is geïrriteerd naar een andere kringleider. Waarom? Omdat hij vindt dat de kringleider B niet goed over zijn kringlid gaat. Dat is niet zijn domein. Hij is gesteld over kring A. Dat is het gebied van verantwoordelijkheid. En als kringleider B het niet goed doet, is dat niet zijn zaak. Maar is dat een zaak van degene die hem aangesteld hebben over die kring. Dus de voorganger en oudste. Maar wat gebeurt er als kringleider A zich gaat bemoeien met een schaap, een kringlid van kring B, dan gaat het verkeerd. Mits kringleider B vraagt aan A, wil je me helpen? Dan is het geen enkel probleem. Nou, wat gebeurt er in het leven van Absalom? Absalom had een zus, Tamar. En hij had een halfbroer, Amnon. En Amnon was ook een zoon van David, net zoals Absalom een zoon van David was. En op een dag verkracht Amnon zijn halfzus, Tamar. En dat wordt openbaar. En David handelt de situatie niet adequaat af. David is daar zwak in. En wat zie je? Dat Absalom, de broer van Tamar, bitter is en bitter wordt in zijn hart naar Amnon. En op een gegeven moment, dan creëert Absalom een groep mensen om hem heen. En hij geeft die mensen de opdracht om Amnon te doden. En dat gebeurt. Amnon wordt gedood. En dan ontstaat er een enorme kloof tussen Absalom en David. Een vader en een zoon. Die elkaar jaren niet zien. En de bitterheid en de ergernis en het zaad van aanstoot nemen groeit en groeit en groeit. En als we dan in 2 Samuel 15 vers 1 tot 6 lezen, dan zie je wat uiteindelijk het mechanisme van de duivel, het zaad van aanstoot nemen, teweeg kan brengen. Want ondanks het feit dat David niet adequaat handelde, geeft dat niet een vrijbrief voor Absalom om te gaan rebelleren. Om uiteindelijk de macht over te willen nemen. De Bijbel zegt in vers 1 van 2 Samuel 15. Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan. Benevens 50 mannen die voor hem uit moesten lopen. En geregeld ging Absalom dus 's morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. En dan riep Absalom ieder toe die een rechtsgeding had. En tot de koning wilde gaan om recht. En vroeg
Uit welke stad zijt gij? En als hij dan antwoordde, uw knecht komt uit deze of die stam van Israël, dan zei Absalom tot hem, zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. Zie het, hij het zaad van verdeeldheid, het zaad van leugen. Ook zeide Samuel, stelde men mij maar aan als rechter in het land. Dan zou ieder die een geding of rechtszaak heeft tot mij komen. En ik zou hem recht verschaffen. Wanneer iemand naderde om zich voor hem neder te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. En op deze wijze deed Absalom met alle Israëlieten die om recht tot de koning kwamen. En zo stal Absalom het hart der mannen van Israël. En in vers 10, en Absalom zond spionnen onder alle stammen van Israël met de opdracht, zodra gij het gehoorngestal hoort, zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron. Met Absalom gingen 200 mannen uit Jeruzalem mee. Genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten. En ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Gileoniet Achitofel. En Davids raadsman uit zijn stad Gilo. En zo werd het een machtige samenzwering. En voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. Je ziet hier een koep. Een zoon die opstaat tegen zijn vader. En Absalom is totaal, ik zou het zo willen noemen, de weg kwijt van de realiteit. Hij heeft geen vrezen van God. Hij erkent niet meer dat David gesalfd was als koning. Maar omdat er zaad van aanstoot nemen in zijn hart is, hij is bitter, hij heeft zich geërgerd, groeit hij tot een extreem bolwerk, wat uiteindelijk bereid is zijn vader als het ware te willen doden. En wat gebeurt er in zo'n systeem? In zo'n systeem, als dat ontaart, dan zie je dat allerlei krachten ineens in beweging komen. Als je het doorleest, dan zie je dat er mensen, 200 man, ineens zich aansluiten bij Absalom. Die blijken dan ineens aanwezig te zijn. Die blijken ineens gevoelig te zijn voor het zaad van aanstoot nemen. Want die hebben zich ooit ook een keer geërgerd aan David. En dan ineens dan is het zaad, dat was niet gedood, nee, dat zaad is latent aanwezig. Dat is nooit uitgezuiverd, dat is nooit uitgesproken, dat is nooit gereinigd. En ineens komt dat zaad op en er is een groot bolwerk. En degene die het sterkste naast Absalom in zich ontwikkelt is Achitofel. En Achitofel was de rechterhand van David. En de Bijbel zegt dat als Achitofel gesproken heeft, zwijgt iedereen. Want hij spreekt met woorden van God. Achitofel was bekleed met de gave van wijsheid. Met de gave van kennis. En David had een rechterhand in hem gevonden. Maar Achitofel was de opa van Batseba. En er was iets in het hart van Achitofel. Achitofel had natuurlijk die hele situatie gezien van Batseba en Uria. Die had gezien hoe Uria naar het veld gestuurd was. Die had gezien hoe David op onrechtmatige wijze Batseba's vrouw tot zich genomen had. En in zijn hart was dat nooit opgeruimd. Hij was bitter gestemd naar David. En dan komt ineens Absalom. En wat zie je? Die vinden elkaar. En Achitofel zegt in een van de versen daarna. We drijven de koning voort. Opdat hij uiteindelijk alleen komt te staan. En dan zal ik hem ombrengen. Het zaad van aanstoot nemen, lieve mensen, is levensgevaarlijk. Als dat in je hart komt en niet uitgedelgd wordt, word je vroeg of laat een verrader. Judas nam aanstoot aan Jezus en hij werd een verrader. Je ziet het door de hele Bijbel heen lopen. Maar hoe komt het zaad van aanstoot nemen in je hart? Meestal als iemand zich buiten het gezagsgebied treedt en begint als het ware verdeeldheid te zijn, zich te bemoeien met dingen waar die niet voor God is aangesteld. En dat kan zomaar gebeuren. Dat kan morgen gebeuren. Dat kan morgen gebeuren. En in een gemeente kan dat zomaar eens de kop opsteken. Stel, ik noem nog even een voorbeeld om het voor iedereen te begrijpen. Stel dat een kringleider het niet eens is met het beleid van de gemeente. En een kringleider spreekt dat niet uit met de leiding van de gemeente. Want het kan zijn dat er wel eens een vraag is. Of waarom doen jullie dat zo?
dan is de lijn om te praten, te communiceren. Dat is Gods lijn. Om te luisteren naar elkaar, om dingen uit te leggen, om in het licht te wandelen met elkaar. Dat we niet zondigen, dat we elkaar niet missen. Maar als dat niet zou gebeuren, en een kringleider gaat uiteindelijk het zaad van verdeeldheid, omdat hij aanstoot genomen heeft naar de voorgang of oudste, en hij gaat in de cirkel van zijn kring, gaat hij dat zaad zaaien, dan heb je binnen de kortsmoke tijd heb je een verdeeldheid. En die verdeeldheid kan heel snel gaan. En denk je dat uiteindelijk die kringleider gezegend wordt? Never. Hij verliest altijd. Waarom? Omdat hij tegen God rebelleert. Begrijp wat ik bedoel. Ook al lijkt het tot een groot succes te worden. Uiteindelijk verliest hij. Bij Achitofel ook. Uiteindelijk verliest hij. Hij hangt zichzelf op. Absalom, hij verliest. Hij komt met zijn haar in een boom. Hij hangt aan een boom. Judas, hij hangt in een boom. Dat is heel opmerkelijk om die lijn te zien in de Bijbel. Want de depressie die uiteindelijk daarachter valt, het vacuüm wat daarachter zit, is de dood. Altijd zit daar een vacuüm achter. Want je raakt in diepste zin Gods gezagorde aan. En er is geen diepere zonde dan de zonde van hoogmoed en rebellie die de orde van God aantast. Waarom? Een mens degradeert zich tot de onbekeerde status. Als je rebelleert tegen gezagsorde van God. Dat gebeurt er. Daarvoor is de Bijbel zo glashelder in het feit dat iemand melaats wordt verklaard. En melaats betekent onrein. En onrein betekent buiten de legerplaats. En ik wil deze principes wil ik onderwijzen omdat het zo belangrijk is. En als we ze allemaal kennen. En allemaal erkennen en herkennen en wandelen. Oh lieve mensen, dan kun je doorgroeien tot een eindeloze grootte. En het koninkrijk van God kan zich manifesteren op een geweldige krachtige manier. Weet u waarom? Omdat Gods gezagorde overal functioneren. En dan is het net een lichaam. Zoals de Bijbel zegt, er zijn heel veel geledingen. Jezus is het hoofd van de gemeente. En er is zo'n diversiteit in het lichaam. En als iedereen doet waartoe die geroepen is, zal dat lichaam krachtig zijn. Dat lichaam zal sterk zijn. Dat lichaam zal gezond zijn. Dat lichaam zal een zegen kunnen zijn. Zoals God het bedoeld heeft. Je lichaam zal een ledemaat van Christus zijn. En je zal tot grote bloei kunnen komen. Tot slot nog dit, lieve mensen. Inzegenen in de gemeente is van essentieel belang. Iemand moet weten in de gemeente, wat is het gebied waarover iemand gesteld is? Want dat betekent bescherming. Als iemand vanuit gedelegeerd gezag functioneert, een kringleider, een diaken, een coördinator, een zangleider. Claire die staat hier vanmorgen, zij leidt de zang. Maar zij weet, ik sta onder de autoriteit van de broeders. Dat geeft haar de vrijmoedigheid. Maar dat geeft ook een veilige bescherming. Denk u dat ik alle liedjes zit te noteren? Claire, die moet je zingen. Prakazeer er niet over. Want ik erken haar als een gezalfde zangleidster van God. Ik steun haar, ik promoot haar, ik zegen haar, ik help haar, ik bemoedig haar. Zijn er dingen waar ik zeg, joh Claire, dat kun je misschien anders doen. Praat ik daar open aan me? Praat ik niet met een ander over? Ik zegen haar. En daardoor functioneert zij. Begrijp me goed. En dat is veiligheid voor haar. Want als ze in de nauw zit, in het probleem zit, heeft ze iemand waakt. Dan kan ze bij de leiders terecht. Waarvoor functioneert een zoon of een dochter in een huis? Omdat vader en moeder, als het goed is, hun covering zijn. En als er problemen zijn, dan kun je naar je vader toe of naar je moeder toe. En die bevestigen. En natuurlijk bevestigt God, maar God bevestigt door leiders heen. En daarom is inzegenen zo belangrijk. Dat iedereen in het huis weet, dat is een kringleider. Die is ingezegd, die staat onder autoriteit. En het gebied is zijn kring. Dat is een diaken. En het autoriteitsgebied is zijn domein. Jeugd, tieners, kinderwerk. Iedereen weet dat, glashelder. Maar laten we nooit de fout maken dat een zangleider zich gaat bemoeien hoe het kinderwerk moet. Want dan gaat het verkeerd. Of dat de tienerwerker zich gaat bemoeien hoe een zangdienst moet. Dan gaat het verkeerd. En dan kom je gelijk. En het kan zo snel gaan. Met onze mond kan het zo snel gaan. Dat je buiten een gezag. En dan meet je jezelf een principe aan. Een plaats aan die God je niet gegeven heeft. Ik vond de zang maar matig vandaag. Wie bent u om dat te zeggen? Omdat ze niet uw liedjes hebben gezongen?
En natuurlijk kun je wel zeggen, hey, die ene song die vond ik sterker dan die. Maakt niet uit. Maar pas op dat je je niet op een positie plaatst dat u gaat oordelen over datgene waar u niet over gesteld bent. Je mag oordelen over datgene waar je gesteld over bent. En daarvoor zegt Paulus, oordeel naar je eigen leven. We hebben onze handen vol. Ja, toch? Onze handen vol. En ik heb verleden keer gezegd, en dat zeg ik opnieuw van Gods wegen. God wil u zegenen. God wil dat het een ieder welgaat. Naar geest, naar ziel, naar lichaam, in het natuurlijke, in het geestelijke. Maar er zijn zaken waarvan God zegt, dit is mijn lijn. En als je het zo doet, ik zal je zegenen. Ik zal je tot grote hoogte leiden. Oeh, als ik dat besef en ik heb dat zo gevoeld in God, dan ijver ik in mijn leven om volgens Gods woord te leven. Gods principe. Dan is mijn ja geënt op het woord van God. Dan is mijn nee geënt op het woord van God. Ik stop. Ik zou nog meer kunnen zeggen. Doe ik de volgende keer. Ik heb ook gesproken over waken over die broedsel. En dat gaat allemaal nog komen. God heeft iets gezegd vandaag. Amen. En wie een oren heeft, die horen. En als we daar met elkaar in doorpakken, oh God, u wil...